Hallo, hallo. Oh, wat is toch geklopt op de deur de hele tijd? Oh, mijn baas! Mijn baas, nee! Hoe laat is het? Hoe laat is het? Nee, Dennis, ik ben te laat! Nee, kom hier! Ja, boys, daar gaan we weer. Dennis is back op dit kanaal. Let's fucking go. Ze gaan survival spelen tussen aanhalingstekens. Ik ben heel erg benieuwd. Vakkenstrijders, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Udox en vandaag gaan we kijken naar Dennis en Lotte. Wederom. Ontzettend bedankt voor de support op de vorige video. Die heeft inmiddels 10.000 views. Laten we naar die 5.000 abonnees pushen, want ik wil de 5.000 abonnees halen deze maand. Hopelijk vind je deze video leuk. Als je hem leuk vindt, abonneer dan eventjes op mijn kanaal en like deze video. En volg me natuurlijk eventjes op TikTok, want dat is ook leuk. En dan gaan we nu door met de rest van de video. Let's fucking go. Hallo, hallo. Oh, wat is toch geklopt op de deur de hele tijd? Oh, mijn baas! Mijn baas, nee! Hoe laat is het? Hoe laat is het? Nee! Dennis, ik ben te laat! Nee, kom hier! Oh mijn god, jongens! Oh mijn god, jongens, hoe laat is het? Oh nee, Dennis, het is veel te laat! Het is om 9 uur! Kanker, alsjeblieft, op met je boezem! Moet je je eventjes voorstellen, ja? Er zijn kinderen die oprecht denken dat zij daar wonen. Dat dit real life is. Dat ze wakker worden met z'n tweetjes in een éénpersoonsbed. I mean, sure. En een baas op de deur klopt. Besef dat kinderen echt zo dom zijn dat ze dit geloven. Hoe fucking retarded is dit, man? Even serieus. Welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival video. Ik bloem dan. Nou, ontzettend bedankt. Maar ik had nu al liever onder een grafsteen willen liggen dan dat ik dit aan het bekijken ben. Maar goed, content. Waar mij een heel nieuw avontuur staat te wachten. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video voor meer Minecraft Survival. Nou, ik heb dus een heel goed idee. Doe het tegenovergestelde. Dislike. Plaats ook even een comment dat je het ruk vindt. Weet je wel, want we willen niet meer zien van deze shit, toch? Tenminste, daar ben ik het mee eens. Dus als je het hiermee eens bent, comment eventjes meesterplan in de comments. Net zoals bij de vorige video. Dankjewel. Oké, okay, laten we het helpen. Hey, baas, goedemorgen. Kom erin, zou ik zeggen. Kom binnen. Waarom ben je niet op werk? Het is al 9 uur, man. Hoe bedoel je, waarom ben ik niet op het werk? Vandaag is toch mijn vrije dag, toch, Lotte? Ja, vandaag was de vrijdag inderdaad. Weet je wat ik me afvraag? Wanneer ik eindelijk eens een keer een dag vrij heb van Alex Klein, Dennis en Lotte kijken. Mijn mentale gezondheid gaat erop achteruit. Ik heb hulp nodig, iemand. Jongens, alsjeblieft. Help! Je moest om 8 uur al beginnen, man. Want het is 9 uur. Natuurlijk geen vrije dag. 8 uur? Ik dacht dat ik vrij was vandaag, maar... Lotte, ik moet gaan. Zorg jij voor meneer eentje en voor mij en dat soort dingen. Oké, kom, we gaan naar het werk. Bas, ik kan het uitleggen. Ja, ik kan het ook uitleggen. Die is de hele nacht, terwijl zijn vrouw Lotte in bed lag, vreemd gegaan met die kat die nu op het bed zit. In het éénpersoonsbed, belangrijk, éénpersoonsbed. Alsjeblieft ontsla me niet, oké? Okay? Dit is al de tweede keer, de vorige keer ook al. Als je een vrije dag wil, dan moet je dat overleggen met mij. Ja, maar zie het zo, meneer. Dit is de tweede keer, dat klopt, maar ik bedoel, gisteren was een andere dag, vandaag is een nieuwe dag. Geven? Ja, als ik die guy was, had ik Dennis per direct ontslagen en hem zo huppakee in de prullenbak gejiet. Maar goed, hij moet zelf weten wat hij doet. Niet mijn probleem. En ja, ik weet dat dit nep is, boys. Ik maak maar een grapje. Comedy, haha. Ja, wat wil je dat ik vandaag voor werk doe allemaal? Moet ik weer ringen bijvullen? Schoonmaken? Zeg het maar, baas. Nou, ik zie dat hier alles leeg is, dus alles moet bijgevuld worden, ja. Oké, en waar heb je dan de voorraad liggen? Zit dat daar in de kluis? Kan jij mij dan de voorraad geven en dan zal ik het wel vullen. Welkom bij het wekelijkse segmentje waarin Alex, Dennis of Lotte een seksuele opmerking maakt in een van de video's. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik weet niet waarom dat ze het blijven doen, maar er is altijd wel iets uit de video te halen waarmee je een seksuele opmerking in relatie kan trekken. En dit is er weer zo één, dus enjoy. Nice. Goedemorgen, heren. Kan ik u ergens mee helpen? Ja, ik denk op zijn minst aan een nieuw gehoorapparaat. Want weet je, dit kunnen mensen denk ik ook niet aan die met Dennis in de video meedoen. Lijkt mij, ik kan het niet aan, jullie kunnen het niet aan, maar zij waarschijnlijk ook niet. I don't know. Als iemand van die video's eventjes comment, zou dat top zijn. Dankjewel. Oké, je slaat me letterlijk, joh, val mijn neus! Ben ik de enige die wacht tot dit daadwerkelijk echt een keer gebeurt? Vast niet, toch? Ben ik de enige? Ja, ik denk het niet. Nee. Trouwens, Bas, ik had nog wat dingen te doen. Is het goed dat ik ga? Ik beloof wel dat ik morgen op tijd ben, oké? Okay? Ja, is goed. Als je zorgt dat er geen klanten meer zijn. Als er klanten zijn, dan moet je helaas blijven. Oké, ik zal het regelen. Bro, ik wou dat werk in real life zo makkelijk was. Deze man is zo net 2 minuten in die winkel geweest en heeft al zoiets van, jongens, het is goed geweest. Ik boek hem en hij gaat dan nog mee. Oh, God ook. Waar is dit leven? Gun hem maar. Alsjeblieft, dan ga ik meteen werken. Hey, jullie moeten de winkel verlaten. We gaan sluiten, sorry. Maar ik wil dat ding kopen. Niks mee te maken. We gaan sluiten. Heb je me niet gehoord of iets? Nou, wat? Klant is koning en naar buiten. Kom op, klant is
is koning! Ja, nee, klant is koning! Wegwijzen, ja, klant is koning, naar buiten! Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat Dennis al iets in de 20 is. Hoe de fuck weet hij dan niet wat de uitspraak klant is koning betekent? Op het moment dat je zegt klant is koning, betekent dat dat je netjes je klant afhandelt. Dat je zijn product geeft, verkoopt. Deze man stuurt hem naar buiten en zegt vervolgens klant is koning. De connectie tussen zijn brein en zijn mond, daar is iets mis. Dat kan niet anders. Eerst even kijken, ik moest nog wat dingen regelen hier zo. Hallo, is er iemand bij de kringloop? Hallo? Ja, kijk eens eventjes. Ik had een afspraak met u gepland om mijn huis te reinigen van onkruid en dat soort dingetjes. Spinnenwebben en dat soort dingen. Ik wou u even uitnodigen om even te kijken bij mijn huis toevallig. Deze man gaat naar de kringloop om onkruid in zijn huis te laten verwijderen en spinnenwebben. Wat? Ik denk dat die ene zin behoort tot een van de meest confusing zinnen die ik in mijn hele leven gehoord heb. Like, what the fuck? Hé, wacht jij eens even! Wat is er? Jij doet allemaal zo stoer daar, hè? Maar eigenlijk is er een heel groot probleem aan de hand. En daarom is het ook de reden dat we daar waren. Niet om een stomme ring te kopen of zo. Moment, ik kom heel even buiten staan. Wat is het probleem dan? Nou, we hebben klachten gekregen dat er iets in jouw huis is. Ik kwam daar ook al en ik rook een roosjesparfum of zo. Oké, dus ik zit deze video te kijken. Ja, ik dacht, oké, er wordt een of ander gek drugslab opgerold in het huis van Dennis. Ik dacht, oh jongens, spannend. Vervolgens hoor ik rozengeur, rozenparfum. What the fuck is er mis met deze mensen? Moet het echt zo PG-12 of zo zijn? Jongens, kom op, man. Ik snap de klacht, meneer. Daar ben ik mee bezig. We gaan momenteel bijna het onkruid weghalen bij mijn huis en het spinnenweb en dat soort dingetjes. Niet ik die zich momenteel probeert af te vragen hoe onkruid en spinnenwebben naar rozengeur ruiken. Maar goed, weet je, we gaan gewoon door. Onkruid ruikt niet naar rozenparfum of zo. Of een rare, weet ik veel, kat of zo, of een hond, of ik weet niet kat wat het is. Kat of hond? Kat of hond? Nee, een fucking neushoorn die je in je huis hebt, man. Jezus Christus, ben je fucking doof? Twee mensen in één huis of twee huisdieren in één huis. Dus teken de regels, hè. Hoe bedoelt u dat, meneer? Twee huisdieren? Gewoon neem me eentje, oké? Ik weet niet waar het over heeft, maar kom maar mee en die politieagent serieus mee. Ja, die politie moet mee. Ja, doe die deur open. Oké, dit korte stukje was eventjes een rollercoaster van emoties, want ik weet nou niet wat ik moet voelen. Moet ik me confused voelen? Moet ik me meegetrokken voelen in het verhaal? Sinds wanneer is het illegaal om met twee huisdieren of twee mensen in één woonruimte te wonen? Like, en waarom moet er... Ja, sure, we gaan gewoon verder kijken. Hallo, kan je even de deur open doen alsjeblieft? Wat is er? Kom in hoor. Politie? Ze wonen even controleren. Ja, zeg het maar. Twee mensen, dat is tegen de regels, hè? Bedoel je twee mensen, meneer? Moet zij hier ook? Ja, tijdelijk, want haar huis staat in de brand. Of nou ja, stond in de brand. Maakt helemaal niks uit, dan slaan ze maar in die kou daar. Dat mag helemaal niet, dat is tegen de regels, oké? Niks maar, jongens. Happatee. Jeet het kind door het raam het huis uit alsof het niks is. Boeit toch geen zak. Huppakee. Dag Lotte. Maar wat wil je doen? Maar uit huis trappen letterlijk? Volgens mij kan jij dat helemaal niet. Ik kan het zeker wel. Hier, hier. Uit huis. Politie, kom jij mee. Blijf jij hier. Zet je me nou letterlijk op straat? Nee, hij zet je letterlijk buiten je appartement. Ja, oké, sure, we gaan door. Deuren maar, ja, hup, hier. Op straat. Nee, die eet. Oké, zij dan, moet zij ook op straat? Kom meneer eentje. Daar staat ervoor, maar... Zelfs zijn eigen eend wil niet eens met hem mee. Ja, dit is wel diep triest. Ik leef met je mee, man. Ik ben letterlijk door die meneer uit mijn huis gestuurd en ben nu dakloos. Ik heb helemaal niks meer. Ik zit zwaar in de problemen, letterlijk. Ja, en weet je wat geen probleem is? Het afsluiten van deze video, want ik ben er wel weer klaar mee. Boys, ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem leuk vond, abonneer dan zeker eventjes mijn kanaal en like deze video. Volg me ook eventjes op TikTok en klik aan het einde bij de outro op een van de twee knoppen. En dan zie ik jou terug bij de volgende video. Laters. Ik ben totaal bijna 50 kilo, denk ik. Bijna. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar ik schat zo in. Hey, dat komt er niet. Porque te estaba la paellera agarrada.